vandaag een dagje aan het zilvervissen. Uurtje bezig en ik haak de eerste. Het ziet er nou uit dat het een mooie dag gaat worden. En later in het filmpje ga ik jullie meer vertellen over mijn aanpak van het zilvervissen. Eerst maar eens even kijken of ik deze eruit krijg. Eerste zilt van de dag, mooi vrouwtje, mooi volle vis, aan de mais met een wormpje, super begin. Weer een mooie zilt, weer een mooi vrouwtje, 50 centimeter, super sterk, mooie drill aangehad, super mooie vis. Nou, ik vis eigenlijk altijd met een semi-bolt rig, Corum Dura Method Feeder, 60 gram. Ik vis eigenlijk overal 60 gram, of ik kort bijvis, ver af, dat maakt niet uit. En dat, de reden is ervan gewoon een betere prik in de lip van de vis. Het fijne aan de semi-bolt rig vind ik, wanneer die veel weerstand krijgt, dan schiet de onderlijn los en kan de vis het gewicht niet meer gebruiken om de haak te lossen. Dus ik vis graag kleine onderlijnen voor zilt. 10 centimeter. Nou, dit is een pop-up. En op de andere hengel vis ik twee maiskorrels met een piertje. Eigenlijk een hele makkelijke rig, maar heel doeltreffend. Weer een prachtige tinka, 54 centimeter, mooie zilt van het kanaal hier, super blij mee. Het grondvoer wat ik gebruik voor het ziltvissen is eigenlijk een voer wat ik al een paar jaar echt veel mee vis. En dat is F1 Black en Worm. F1 Black is mooi donker voer, dus dat kleurt mooi weg tegen de bodem. En het is heel erg sweety. En het wormvoer, daar zit een gemalen worm in. Nou, een worm is gewoon misschien wel het beste aas voor zilt. En wat ik eraan toevoeg is eigenlijk mais, castus en hennep. En dat is het voertje wat ik toepas voor mijn ziltvisserij. En daar heb ik ontzettend veel goede resultaten op geboekt.
Weer een prachtige mooie zilt. 58 centimeter. Dat is wel een beetje de top wat hij zwemt. Veel groter gaan ze hier niet worden. En ja, super blij mee.